Dennis, deze is een soort run rabbit run, maar dan met leukere dingen. Je hebt een circus en een tijgerkooi en een caravan. En ik wil de tijger wel even laten zien, maar hij is heel gevaarlijk. Dus jullie allemaal een beetje oppassen. Want het is, hij is niet getraind of zo. Hij is nog heel gevaarlijk. Zit hij er nog in, jongens? Zal ik even kijken? Ja. Oh, God, wacht. Pak hem er even uit. Ik pak hem bij zijn oren. Kijk, dit is een tijger. En die tijger, ja, die had een beetje hekel aan clowns. En vooral clowns met witte gezichten. En weet je waar hij nog veel meer een hekel aan had? Aan gele autootjes. En nou wil het geval, dat ik zal even kijken, of hier die clown, nee, oh, die zit natuurlijk in zijn caravan. Ik zal hem er even uithalen. Een caravan. En die, heb je zijn autootje in de caravan gezet? Dat kan natuurlijk niet. Nou, weet je wat? Dan zet ik hem even hierin, zo. In zijn huisje, dan kan er niks gebeuren. En het enige wat ik nu hoef te doen, is oppassen dat hij niet bij die tijger... Wat is er? Hij gaat daar. Nee, hij gaat er naartoe. Nee, hij zit gewoon in zijn huisje. Er kan niks gebeuren. Er kan niks gebeuren. Want die tijger, want als hij bij die tijger natuurlijk gaat, dan kunnen er allemaal verschillende lelijke dingen gebeuren. Als je bij die tijger... Wat zeg je? Als je bij die tijger... Nee. Ja. Meen je dat nou? Ja, ja. Zeg op gaan. Oh ja. Meen je dat echt? Ja, zeg op gaan. Oh god, dat weet je zeker? Ja, 100%. Oké, okay, wacht even. Oh, wacht even. Wat is dit? Hij is weg. Dan is hij natuurlijk opgegeten door die tijger. Ja, dat denk ik. Oh jee, hier zit hij ook niet. Maar ja, ik kan een beetje goochelen, dus ik zeg, Sim, zal op in, met je kop in de vin, en als het dan goed is, zit hij weer gewoon in zijn caravan. Het mooie van deze truc is, dat als je hem op wil ruimen om mee te nemen, klap je die twee in, en die zet je precies hier tussen, en zo leg je hem in je koffer om mee te nemen.